Op 1 januari zou het nieuwe jeugddelinquentierecht worden ingevoerd. Dat wordt geregeld in een nieuw decreet. Maar de invoering ervan is uitgesteld naar 1 september. Tijdens een reeks hoorzittingen in het Vlaams parlement is gebleken dat er toch nogal wat vragen en bemerkingen zijn bij experts en betrokkenen. Een aantal van die vragen en bemerkingen leg ik voor aan meerderheid en oppositie. Dag dames en heren, ik praat met Lorin Parijs, Vlaams parlementslid van de N-VA en lid van de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Met Katrien Schrijvers van de CD&V en met Elke van den Brand van Groen, allebei lid ook van diezelfde commissie, die zich in het Vlaams parlement heeft gebogen over dat decreet dat er zit aan te komen. Het zogenaamde decreet betreffende het jeugddelinquentierecht. Elke van den Brand, ik hoor sommigen al denken, ja, jeugdrechtbanken, die kennen we al, die zijn er al, wat moest er nu nog geregeld worden? Nu, het is gevolg van die zesde staatshervorming en uw partij, Groen, was daarbij betrokken, bij die staatshervorming, het zogeheten Vlinderakkoord. Waarom was dat nodig? Wel, het idee is dat als je jongeren die een bepaald misdrijf of die een bepaald feit plegen, en je wilt daar een sanctie aan geven, dan was dat federaal. Maar als je jongeren die thuis in een problematische opvoedingssituatie zitten, dan was dat bij de gemeenschap. Maar op zich gaat dat heel vaak om dezelfde jongeren. En dat samenbrengen, en daarom moet je nog niet de reactie aan die jongeren samenbrengen, maar om te zorgen dat dezelfde overheid daarop reageert, leek ons wel een stap vooruit en kunnen we nu op verder zetten. Ja, en daar wordt nu aan gewerkt. Lorin Parijs, uw partij was niet betrokken bij dat Vlinderakkoord, maar hoe dan ook. Is het een goede zaak dat Vlaanderen de kans krijgt om andere klemtonen misschien te leggen, nieuwe klemtonen te leggen? Ja, absoluut. We zijn daar al heel lang vragende partij voor. Op federaal vlak konden wij nooit hervormingen doorvoeren die wij wilden, omdat de PS dat altijd blokkeerde. En nu gaan we toch een aantal grote stappen vooruitzetten. En de eerste stap is dat we van een beschermingsmodel naar een verantwoordelijkheidsmodel gaan. Dat betekent dat vroeger de jongere die een misdrijf pleegde, nooit verantwoordelijk werd geacht voor wat hij deed, maar altijd vanuit de filosofie werd benaderd dat hij moest beschermd worden. Wij zeggen van kijk, we gaan die hulpverlening, dus die bescherming van de jongeren, dat gaan we nog wel doen, maar dat doen we in het decreet Integrale Jeugdhulp. Maar we gaan heel duidelijk die jongeren ook voor zijn verantwoordelijkheid zetten. Ik wil daar straks op doorgaan, op die verantwoordelijkheid en een van die nieuwe klemtonen. Maar eerst, Katrien Schrijvers, het dossier kwam dan bij uw partij terecht, hè, want uw partijgenoot Jovan Deurzen, die heeft dan een decreet moeten schrijven. En hij had ook natuurlijk de bestaande federale wetgeving kunnen houden en omzetten in een nieuw decreet, ja, klaar. En toch wilde hij die nieuwe klemtonen. Absoluut, inderdaad, om nieuwe klemtonen te leggen. Zoals Lorin zegt, tot op heden is nog altijd de wet van 65, meer dan 50 jaar oud, van toepassing. En dat is eigenlijk de jeugdbeschermingswet. Het is dus een beschermingsmodel. Maar onze maatschappij evolueert. Hoe bedoelt jongeren, u concreet? Jongeren evolueren wel. We hebben, denk ik, toch wel andere inzichten met betrekking tot hoe dat we jongeren naar volwassenheid leiden. Jongeren moeten niet meer beschermd worden? Absoluut, absoluut. En daar hebben we een decreet voor, integrale jeugdhulp. En het is zo natuurlijk dat jongeren in functie van hun maturiteit ook wel meer voor hun verantwoordelijkheid kunnen en moeten en besteld worden. En maak dat eens concrete verantwoordelijkheid, want ik hoor jullie dat allebei zeggen. Jongeren moeten verantwoordelijkheid dragen. Wat is dat dan precies, concreet? Wel, wat is de meest... Dus voor ons is verantwoordelijkheid belangrijk, het feit dat we recidief gaan aanpakken. Dus dat jongeren, dat we eigenlijk die trajecten van wieg tot gevangenis gaan doorknippen. Dus dat is een tweede grote insteek. En het feit dat we veel meer aandacht gaan hebben voor het slachtoffer. En die komen allemaal samen. Als laten we beginnen bij die verantwoordelijkheid. Ja, bij die verantwoordelijkheid, daar komt dat samen. Waarom? Wij gaan bijvoorbeeld zeggen, hoe kunnen we er nu voor zorgen dat we een jongere terug op het rechte pad krijgen? Dat komt door hem te confronteren met de gevolgen van zijn misdrijf. En dat betekent dus dat je op herstelgerichte constructieve afhandeling gaat inzetten, zo heet dat dan. Maar dat betekent eigenlijk dat je slachtoffer en dader probeert in een traject samen te zetten, zodanig dat een dader inziet wat voor schade hij veroorzaakt heeft. Zodanig dat een slachtoffer ook een vorm van genoegdoening kan krijgen. En zo herstel je eigenlijk terug dat kostbaar maatschappelijk weefsel. Wat bedoel je dan? Herstel van die relatie tussen slachtoffer en dader? Nee, maar bijvoorbeeld... Want goed, herstel... Allee, u bent jurist. Het burgerlijk wetboek voorziet vandaag dat ouders voor hun kinderen opdraaien voor schade. Ja, maar... Dat verandert niet, neem ik aan. Nee, dat verandert niet, maar het gaat eigenlijk vaak over dingen die veel pragmatischer zijn. Neem nu het geval van een jongere die een andere jongere heeft afgeslagen. Ja, als jij samen
met die twee jongeren een traject kunt lopen waarop dat die ene jongere die het slachtoffer is geweest, zegt van kijk, ik zou dat belangrijk vinden dat ik excuses krijg, ja, dat die gemeend zijn. En dat ik weet dat een dader een traject volgt waarin dat hij bijvoorbeeld aan agressiebeheersing gaat werken. Ja. Dan denk ik dat je als slachtoffer sneller een stap vooruit kunt zetten dan als je de jongeren hebt die gewoon benaderd wordt, de dader dan in dit geval, vanuit de beschermingsgedachte van ah, die kan nooit verantwoordelijk zijn voor wat hij doet. Wij gaan nu altijd kijken, die verantwoordelijkheid van die jongeren, dat is heel individueel. Dat hangt af van zijn maturiteitsniveau, dus hoe volwassen is hij, wat is de ernst van de feiten. En op die manier gaan we altijd een individuele afweging maken van hoeveel verantwoordelijkheid kan die een dader op. Is het een goede zaak, Elke van den Brand, dat die twee zaken dan blijkbaar verzoend worden, herstel van die relatie, verantwoordelijkheid. En ik hoor Katrien Schrijver zeggen, dat beschermingsmodel laten we ook niet los, maar het komt erbij. Nou, het is een traject, het heeft een heel lang traject gehad, hè. Dus deze kreet is heel lang voorbereid. En in de eerste versies werd dat heel abrupt doorgeknipt. En dan werd eruit gegaan van, we doen iets mis, dus we gaan erop reageren. En dan wordt eigenlijk die jongeren niet meer in zijn context gezien. En dat is heel belangrijk, dat als een 14-jarige iets mispeutert, dat je daarop reageert. Als samenleving moet je zeggen, dit kan niet. Maar het gelijk ook gaat kijken van, in welke situatie groeit je op en zit daar misschien ook iets mis en moeten we daar ook iets mee doen. En dat de jeugdrechter wel tegelijkertijd daarop naar kan kijken en zeggen, misschien moeten we ook wel zorgen dat die thuissituatie wordt aangepakt en dat dat niet abstract is. Maar hoor ik hier geen verzoening van die dader? Ah, wel, dus dat is in de eindversie er is en dat is een goede zaak. Wat is voor ons eigenlijk het belangrijkste knelpunt aan heel dit decreet, en dat staat eigenlijk niet in de papieren, want op papieren, we hebben kritiek, is een aantal goede zaken, dat is als je dat wilt gaan uitvoeren, dan moet het er ook zijn. Want ik hoor bijvoorbeeld meneer Parijs zeggen van de jongeren moet agressiebeheersing gaan volgen. Dat kan soms heel goed zijn. Dan moet er in praktijk ook een opleiding agressiebeheersing van jongeren beschikbaar zijn. Als een jeugdrechter... Moet de overheid daarvoor zorgen? Uiteraard. Als een overheid iets oplegt, als je zegt bijvoorbeeld die jongeren moet 3 maanden naar de gesloten voorziening, want je heeft iets mispeuterd. En die jongeren, en dit is realiteit wat ik zeg vandaag de dag, die gaat dan nog 8 maanden naar huis omdat er geen plaats is. Intussen krijgt hij geen reactie en na 8 maanden komen ze maar in de gesloten voorziening. Dan ondermijn je heel je systeem. Dus verantwoordelijkheid allemaal goed en wel, maar je moet natuurlijk wel zorgen dat er middelen dat het uitvoerbaar is. En tools zijn om dat te doen. Katrien Schrijver, schiet je aan minister dan tekort? Absoluut niet. Hè. Er zijn zeer veel bijkomende middelen voorzien. Nu, het decreet voorziet een hele scala aan mogelijke maatregelen. Goed, zoals we is dat alles voorzien in, zoals elke zoals we dat in heel wat andere sectoren ook hebben. We zeggen, er is eigenlijk een aanpak op maat nodig. Hè. Zoals we hier al hebben gehoord, de jeugdrechter kan zien in functie van maturiteit, leeftijd, recidive, contextsituatie en dergelijke, wat is de meest gepaste sanctie en maatregel. En er zijn heel wat maatregelen waar dat absoluut voor mogelijk is. Er is het grootste punt dat nog moet aangepakt worden, dat is het feit dat naar de toekomst toe de gemeenschapsinstellingen specifiek worden voorbehouden voor de jongeren die een misdrijf hebben gepleegd. Terwijl er momenteel ook... Nee, maar dat is waar Elke ook op duidt. Voor de andere zaken zijn er wel degelijk middelen en is er ook een voorbereidingstraject om de implementatie absoluut waar te maken. Ik hoor zeggen, omschakeling, soms duurt het 8 maanden. Soms duurt ik hoor acht zeggen, maanden. Het 8 maanden tussen een veroordeling, zal ik maar zeggen, en het moment dat die jongeren dan in een traject van agressiebeheersing komen. Maar we gaan naar een nieuw model. Hè. Ja. Dat nieuw model wordt het veel meer mogelijk om op korte termijn te reageren. Dat is ook een van de doelstellingen. Ja. Vroeger zagen we dat niet. Hè. Jongeren werd voorgeleid bij de jeugdrechter. Die nam dan een voorlopige maatregel. En eigenlijk kwam er nadien nooit geen maatregel ten gronde niet meer. Hè. Dat willen we nu absoluut anders doen. En er komt dus de rechtsplegingsperiode is ook heel uitdrukkelijk kort gesteld. En de jeugdrechter zal op korte termijn een beslissing nemen. En die moet dan natuurlijk inderdaad kunnen uitgevoerd worden. En er zijn heel wat voorbereidingen voor. Er zijn ook heel wat maatregelen daar bestaan gewoon heel de omkadering voor. Maar dat is heel duidelijk. Als ik het nu zou vergelijken met het strafrecht voor volwassenen, dan je doet een misdrijf, daar staat een bepaalde strafmaat tegenover, dat ligt ook min of meer vast. Hier ben je toch altijd afhankelijk van het oordeel van die jeugdrechter die die strafmaat niet heeft. Hoe moet hij dat dan doen? Nee, die gepaste maatregelen voorzien? Dat klopt. Hè. Dus er zijn een heel arsenaal aan maatregelen dat in het decreet staat. Maar de jeugdrechter heeft heel veel appreciatiebevoegdheid om juist op die individuele basis te gaan kijken hoeveel verantwoordelijkheid kan zo een dader aan en hoe doe ik genoeg aan het slachtoffer. Dus in functie van de dader, van de persoon zelf? Absoluut. En dat is geen vaste strafmaat? Nee, dat is een essentieel verschil
met het volwassen strafrecht. Ja. Maar, het zal u misschien verwonderen, ik ben het wel eens met mevrouw Van den Brand, de geloofwaardigheid van het nieuwe jeugddelinquentierecht, die staat of valt met de beschikbaarheid van alle maatregelen die de jeugdrechter kan uitspreken op de dag dat dit van kracht wordt. En daarom is er ook voorzien in een graduele invoering, dus het wordt van kracht op 1 september van dit jaar, maar niet alle onderdelen zullen meteen ook beschikbaar zijn. Dus dat wil zeggen dat je stukje per stukje een aantal dingen hebt die zullen kunnen worden uitgesproken door de jeugdrechter. Ik maak het concreet. We hebben bijvoorbeeld voorzien, dat vind ik heel belangrijk, dat we voor jongeren die een psychopathische stoornis hebben, zo zijn er dus vandaag, die vandaag in Everberg zitten en daar niet de aangepaste begeleiding krijgen om terug een stukje verzorgd te worden en ook om de maatschappij te beveiligen, dat we daar een aparte eenheid voor oprichten. Eigenlijk gaat het over jongeren die, als ze volwassen zouden zijn, die die naar een forensisch-psychiatrisch centrum zouden gaan. Dat hebben wij niet voor jongeren vandaag. Dat zal er komen. Dat zal er niet zijn op 1 september. Dus dat betekent dat dat een onderdeel is van het decreet dat pas binnen een jaar of twee beschikbaar zal zijn. Ja, de middelen moeten volgen. Ja. Maar goed, pas als de middelen er zijn, kan je het decreet dan invoeren. Dat komt dan tegemoet aan jouw kritiek? Ja, nee, in de zin van dan zal het ooit wel goed komen, maar je schuift dan natuurlijk wel vooruit. En dat maakt dat een jeugdrechter, die komt dan geconfronteerd met zijn jongere, die inderdaad bijvoorbeeld psychiatrische problemen heeft, en zegt die jongere moet eigenlijk in de psychiatrie in een gesloten setting. Maar dat is er niet. En dat is dan nog niet in voegen, maar dan moet hij wel iets anders doen. Dus die jongere die gaat nu dan weer in de gesloten voorziening komen, waar die niet thuis op En zeg je dan, wacht maar het decreet tot alles klaar is? Nee. Zet een snelheid voort en maak voort. Tuurlijk. En zorg dat er in die psychiatrie plaats komt. Zorg dat in die gemeenschapsinstelling effectief, dat de kinderen die geen feiten gepleegd hebben, dat die ergens anders zitten. En dus maak er ook werk van. En daar vind ik dat te weinig stappen zijn gezet. En dat is een enorme bedreiging voor heel dat decreet, omdat je dan iets gaat invoeren dat je eigenlijk nog niet kan uitvoeren. En dat vind ik heel jammer. Ja. Opvallend, Katrien Schrijvers, in het decreet wordt over een reactie gesproken. Het gaat niet over, pas op niveau van de jeugdrechtbank gaat het over maatregelen en sancties. Het is bijna semantisch, hè, dat woord reactie wordt gebruikt. Een reactie op een jongere die dan blijkbaar iets mispeuterd heeft. We implementeren toch wel een aantal bepalingen vanuit het volwassen strafrecht ook. Als je iemand voor zijn verantwoordelijkheid wil stellen, dan niet meer dat beschermingsmodel, dan moeten we ook rechtswaarborgen inbouwen, vanzelfsprekend. En dat betekent ook dat vermoeden van onschuld geldt, van in de beginne tot wanneer vaststaat dat die jongere dat misdrijf effectief heeft gepleegd. En dan kan er natuurlijk een bepaalde sanctie worden opgelegd. We spreken maar je moet over al iets kunnen doen, dus noem je we spreken het een over een reactie, inderdaad, om zoals ik daar straks zeg, kort op de bal te kunnen spelen. En jongeren kan ook zelf voorstellen doen. Dat is natuurlijk ook een heel belangrijke vernieuwing in dit decreet, dat positief project, waar zowel het Openbaar Ministerie als de jeugdrechter aan de jongeren kan vragen om gelinkt met er kan een voorstel zijn om een aantal uren een bepaald werk te gaan uitvoeren tot 30 uren of tot 60 uren, afhankelijk van, op een bepaalde manier tegemoet te komen aan het slachtoffer te vergoeden en dergelijke meer. Dus de jongere kan zelf mee invulling geven aan een positief project. Kan zich daarvoor ook door een dienst laten begeleiden, om mee dat positief project, zoals we dat noemen. Het heet ook niet voor niks positief project, want we willen in dit nieuwe jeugddelinquentierecht, en dat is ook heel belangrijk, vinden wij. We hebben het over verantwoordelijkheid, maar we moeten jongeren ook groeikansen geven. En vandaar, ook die moeten erin zitten, ook dat positieve. Jongeren, denk nu zelf eens na over wat je gedaan hebt. Op welke manier kan je dat herstellen? Hoe kan je tegemoetkomen aan je slachtoffer? Ja. En daar laat men over nadenken. Ze kunnen zelf voorstellen doen. Ja, inderdaad. Lorin Parijs, ik put uit de zogeheten memorie van toelichting. Mm-hmm. Bij dat nieuwe decreet, nu, vandaag zitten, en u heeft het daarnet al aangeraakt, jongeren die iets mispeuterd hebben en jongeren die slachtoffer zijn van een thuissituatie die niet oké is, soms onder één dak in mm-hmm. zo'n gesloten centrum. In de memorie van toelichting lees ik, een van de grootste verdiensten van het decreet is het scheiden van jongeren die jeugddelicten plegen. In jargon
een mof plegen en als misdrijf omschrijven fout. Feit, en die worden gescheiden van jongeren die met ernstige opvoedingsproblemen begeleid moeten worden in jargon. En ik stel voor om het jargon dan vanaf nu achterwege te laten. In een VOS zitten een verontrustende opvoedingssituatie. Die jongeren zitten met andere woorden vandaag soms onder één dak. Begrijp ik het goed? Dat is een hele schrijnende situatie en een verkeerde situatie. Het zou dus best kunnen dat, ik zeg maar iets, een vrouwelijke tienerpooier van 16 jaar met een meisje van 14 jaar die in de prostitutie is gedrongen vandaag in één gesloten instelling zitten. Dat kan in theorie. Het is zelfs erger, het is niet enkel in theorie, het is al gebeurd. Hè. En dat is een praktijk waar wij absoluut paal en perk aan willen stellen. We willen ze gewoon afschaffen. Het is heel duidelijk dat de gemeenschapsinstellingen in de toekomst voorbehouden blijven voor jongeren die een misdrijf hebben gepleegd. En dat we naar de private voorzieningen gaan, zoals dat heet. Dus zijn VZW's die opvang voorzien. Voor jongeren die thuis in een moeilijke situatie verkeren of die net slachtoffer zijn van zo'n andere jongere die bijvoorbeeld aan tienerpooierschap doet. En die twee die willen we van elkaar scheiden, omdat het natuurlijk absoluut niet stichtend is van die twee samen te steken en dat dat eigenlijk voor die slachtoffers toch wel een kaakslag is. Ja, maar het is natuurlijk, we zeiden daarnet, de rechter die apprecieert. Mm-hmm. Het kan zijn dat je een misdrijf hebt gepleegd of, mm-hmm. of een feit hebt gepleegd dat een als misdrijf wordt mm-hmm. beschouwd. Wat het gevolg is van die moeilijke thuissituatie, is die grens soms niet heel dun? Er is voorzien, die grens die zal soms best wel dun zijn, dat is ook zo. En daarom hebben wij zoveel vertrouwen in het oordeel van die jeugdrechters en in de sociale assistenten van de jeugdrechtbank, die een onderzoek doen natuurlijk, en in het parket om ervoor te zorgen dat ze daarin de juiste beslissingen nemen. Wij moeten als wetgever zorgen dat ze dat kunnen en dat ze de instrumenten hebben om daar juist op in te spelen. En dus hebben we ook, dat is dan heel technisch, een derde vorderingsgrond voorzien, waardoor dat jongeren die eigenlijk op het snijvlak van die twee zitten, dat daar ook een adequaat antwoord op kan worden gegeven. En dat is echt wel een stap vooruit die we maken. En als ik nog iets aan mag toevoegen, wij vinden het ook heel belangrijk dat wij voor de eerste keer, dat is eigenlijk erg dat je dat in 2019 moet zeggen, recidieven in kaart gaan brengen en op een wetenschappelijke manier gaan kijken hoe dat je jongeren die uit een bepaalde context komen, die een bepaald misdrijf hebben gepleegd, het best aanpakt, het best ondersteunt om ervoor te zorgen dat ze niet opnieuw feiten plegen. Ja, om te vermijden dat zij dus dat mof, dan, ja. om het toch ja. nog een keer te zeggen, gaan plegen. Een goede zaak, het scheiden van die twee stromen, zeg maar. Het is een goede zaak dat je die uiteenhaalt, absoluut. Maar je moet, en daar ben ik straks mee begonnen, ook altijd gaan kijken, als een jongere een feit pleegt, moet je op dat feit reageren, maar ook kijken in wat context zitten en moet daar ja. ook niets gebeuren. Dat je een en vooral kan doen voor die jongeren dat nodig dat is, want het is een beetje naïef te zeggen dat het heel makkelijk is. U heeft deze week in het parlement ook een vraag gesteld over tienerpooierschap. Als die twee onder één dak zitten, dat is geen goede zaak natuurlijk. Nee, maar dat is ook misschien een voorbeeld van als een jeugdrechter voor zich iemand krijgt die bijvoorbeeld tippelt op straat. En die jeugdrechter moet op dat moment oordeel, is het een dader of een slachtoffer, of die pleegt een diefstal. Dan kan die en dader en slachtoffer zijn. En je moet daar als jeugdrechter wel aan de slag gaan. En ik denk dat de finesses er zijn om het te doen, maar het vraagt wel van jeugdrechter slagkracht. En vooral, en dan kom ik terug op mijn vorig punt, waar ik schrik voor heb, is die jeugdrechter die gaat vaststellen van kijk, als dat een dader is, dan kan die naar de gesloten voorziening. Daar mogen voortaan geen slachtoffers niet meer zitten, om het zo te zeggen. Maar als er niks anders is voor die slachtoffers, ja, dan kan die niks niet meer doen. Dus dat aanbod, dus dat ik zeg, van, dat moet dan wel iets zijn. En dus er wordt beslist van, we halen ze uiteen. Dat is absoluut nodig, dat is een goede zaak. Maar je moet dan wel zorgen dat er ergens een plaats is voor die mensen. Staan de middelen er tegenover, Katrien Schrijvers? Wel. Als we het hebben over de volledige scheiding binnen de gemeenschapsinstellingen, enkel nog jongeren die een misdrijf hebben gepleegd, dan weten we dat er heel wat plekken binnen de private voorzieningen bijkomend nodig zijn in de besloten opvang. Want daar gaat het natuurlijk over. Ik hoorde net dat private voorzieningen voorzien we voor de slachtoffers. En ja, maar nee, inderdaad. Dat is wat ik zeg. Dat is wat ik zeg. De gemeenschapsinstellingen enkel voor de jongeren die een misdrijf plegen. En de anderen, die worden dan niet meer ondergebracht in de gemeenschapsinstellingen, maar naar de private voorzieningen. En dan gaan we maar komen. Ook daar weten we dat er besloten opvang nodig is. En minister Van Deurzen heeft al een besluit gemaakt met een aantal proefprojecten voor besloten opvang binnen de private voorzieningen. En we zullen dat naar de toekomst toe nog verder mogelijk moeten maken. En de volledige scheiding zal pas kunnen, inderdaad, wanneer er voldoende capaciteit is binnen de private voorzieningen. Ook daar die gefaseerde invoering van het decreet dan? Daar die gefaseerde invoering. Wat nu betreft de slachtoffers van tienerpooiers, heeft de minister heel recent middelen vrijgemaakt
om inderdaad ook kleinschalig opvang te doen van slachtoffers. Dat is inderdaad die zogenaamde shelter. Nu, het nieuwe decreet zou op 1 januari ingaan, maar u heeft het zelf al aangehaald. Het is uitgesteld naar 1 september. Is dat ook niet een klein beetje, Lorin Parijs, omdat er in de hoorzittingen met experts, met betrokkenen, toch wel wat vragen zijn gesteld? Bijvoorbeeld de zogenaamde uithandengeving, waarbij jongeren vanaf 16 toch berecht kunnen worden als een volwassene. De Hoge Raad voor de Justitie wijst erop, internationale organisaties noemen het een schending van de kinderrechten. De Vlaamse Jeugdraad is ook aan het woord geweest, druist in tegen het kinderrechtenverdrag. De kinderrechtencommissaris heeft daar ook op gewezen. Was het wel verstandig om dat erin te laten? Want enfin, het zit erin, vandaag kan het ook gebeuren. Maar dit was een kans om het eruit te halen natuurlijk. Wel, een aantal dingen. Eerst en vooral, de inwerkingtraining is inderdaad uitgesteld omdat we onze rol als parlement gespeeld hebben. We hebben de hoorzittingen gehouden en we hebben een aantal opmerkingen die belangrijk waren. Ja, en laten we het dan hebben over die ene opmerking over de uithandengeving. Ja, dat is geen reden waarom het is uitgesteld, omdat de uithandengeving is een politieke keuze. Hè. En vandaag kan de jongeren uit handen worden gegeven. De SPA heeft daar in het parlement veel misbaar over gemaakt, maar het is de SPA-minister in Brussel die de uithandengeving wel gewoon in zijn nieuw decreet... Ik kan ze niet laten reageren. Nee, maar goed. Maar waarom moest het erin? Wel, omdat het belangrijk is, dus we hebben de uithandengeving verstrengd. We hebben gezegd van kijk, je moet aan veel meer voorwaarden voldoen vooraleer dan een jongere uit handen kan worden gegeven naar het volwassen strafrecht. Het moet om recidieven gaan. Het moet om misdrijven gaan, zoals een terreurmisdrijf bijvoorbeeld. En je moet voordien al opgesloten zijn geweest in het jeugdsanctiesysteem. Ik denk dat als we een terugkerende Syrië-strijder krijgen, die 17 jaar is, dat we daar in het jeugddelinquentierecht, zoals dat vandaag voor ligt, waarschijnlijk niet antwoord op kunnen bieden, dat we als maatschappij daarop moeten bieden. Dus ik vind het goed dat die uithandengeving daarin blijft staan. We hebben dus het strenger gemaakt en we hebben er ook voor gezorgd dat we binnen een aantal jaar een evaluatie doen. Want we hebben wel, dan niet voor het voorbeeld dat ik juist gegeven heb, maar voor andere voorbeelden, een langere straf voorzien die tot 7 jaar kan gaan binnen het jeugddelinquentierecht. En wij willen dus eigenlijk die trechter naar uithandengeving veel smaller maken. Maar ik wil, zonder dat we wetenschappelijk onderzoek hebben, zonder dat we de alternatieven in de praktijk hebben kunnen uitproberen, niet zomaar dat instrument afschaffen, bijvoorbeeld voor het geval dat we een terrorist krijgen die 17 jaar is. Van 17 jaar. U vond het dus ook prima, die uithandengeving, dat het in het decreet staat? Wel, het is zo dat dit als ultimum remedium wordt behouden voor de zeer zware, de jongeren die zeer zware feiten plegen en waarvan het niet de eerste keer is dat ze die plegen, zoals hier daarnet gezegd. De mogelijkheden aan maatregelen en sancties worden verruimd, dat hebben we daar juist al gezegd, en ook met die zware bestraffingen al van 5 jaar en van 7 jaar. Ik ga professor Plezier even citeren. Het aantal uithandengevingen op jaarbasis is momenteel 10. Nu, professor Plezier zei in de hoorzitting, mevrouw Schrijvers, van het Instituut voor Criminologie van de KU Leuven, 7 jaar, hè, zoals je aanhaalt, dat is best lang. En zegt hij, dat is bespreekbaar als alternatief voor uithandengeving. Alleen, zegt hij in de commissie, nu zijn beide opties weerhouden. Beide opties zijn weerhouden en zoals ik zeg, als ultimum remedium, het zijn er nu 10 op een jaar en wij zijn ervan overtuigd dat dat aantal nog zal teruggeschroefd kunnen worden door de andere maatregelen, maar voor de heel zware, bijvoorbeeld inderdaad, terrorisme, denken we dat dit nog behouden moet blijven momenteel, maar er komt inderdaad wel een evaluatie over 3 jaar. Ja, dat heeft Lorin Parijs ook al gezegd. Ja, maar dat is gezegd. Wel van belang, omdat er dan eventueel natuurlijk verder kan gezien worden wat zijn de effecten van die andere zware straffen. Elke van den Brand, u bent Brusselaar. Als er nu één stad is die geconfronteerd is geweest met de gevolgen van aanslagen op 16 maart, dan is het wel Brussel en Zaventem ook natuurlijk. Zijn dat dan geen valabele argumenten om die uithandengeving toch voor die specifieke gevallen te behouden? Dat je voor terroristen heel strenge straffen hebt, maar aan de slag met absoluut mee eens. Maar daarnet is gezegd worden wat de echte reden is waarom dat dit erin staat, namelijk het is een politieke beslissing. Het stond al in het hele decreet is een politieke beslissing. Ik laat me even uitspreken. Een politieke beslissing. Terwijl het een heel traject is afgelegd en waarin dat de meerderheid zei, we gaan evidence-based werken. We gaan kijken wat dat werkt en dat gaan we doen. Daar is al gezet. We hebben heel veel hoorzitting gehad. Er zijn werkgroepen geweest, experten, kinderrechtencommissaris. Iedereen heeft zijn advies gegeven.
geven. En als er over één ding heel veel consensus was, was het werk een alternatief uit. Zie je dat je een alternatief hebt. Er is een alternatief in en niemand begrijpt dit. Dat is het verwonderlijke. Niemand begrijpt dit. En de verdediging is, het is een politieke keuze, stond er al in. En wat is en het dat alternatief? Is heel jammer. Is dat dan je kan al tot 7 jaar straffen gaan geven. Je kan jongeren effectief al aanpakken. En dat is belangrijk en dat moet er zijn. Maar in heel dit decreet zie je op heel veel vlakken dat de strafmaten verhoogd worden. Hetzelfde voor alternatieve straffen. Als iemand een sanctie krijgt, een alternatieve straf nu, dat is 30 uur dat je een werkstraf krijgt, dat wordt opgetrokken naar 60 uur. En daar zeggen ook de experten op terrein die dat uitvoeren, die de jongeren begeleiden, leiden daarbij, die aan de slag gaan, die zeggen van dat optrekken, dat gaat een averechts effect hebben. Want die 30 uur nu, dat werkt. Dat heeft effect. De jongeren die komen daar beter uit. Als je het optrekt, gaan minder jongeren dat doen. En we gaan wellicht meer recidieven zien. Dus we gaan vaker zien dat jongeren in herhaling vallen. Hetzelfde zie je met uithandengeving, want er is wel wetenschappelijk onderzoek gebeurd, meneer Perez. Ik denk van nee, dat blijkt ook. De studies zeggen ook, er is meer recidieven. De jongeren plegen zwaarder feit en opnieuw. En dat betreur ik, dat als we gaan luisteren naar wat werkt, meer en wat niet, moeten we dat ook doen. Als ze als volwassenen. Dat blijkt nu, dus de onderzoekers in Zuin, Jasper Snuiter zeggen allemaal van strenger. Want ik heb eigenlijk maar anderhalve minuut meer en ik had nog één vraag. Brussel. Elke gemeenschap in ons land werkt nu vandaag aan zijn regelgeving. Als volgend jaar op oudjaar Brusselse jongeren vuilniszakken in brand steken en ze hebben hun vrienden uit de Rand gebeld en nog iemand uit Waver, krijgen die misschien voor hetzelfde feit een andere strafmaat. Dat is waar. En ik hoop ook dat we op termijn... Omdat er geen overleg is geweest. Hè? Nee, ik hoop ook... Jawel, dat overleg is wel geprobeerd, maar alleszins, het is een soort dovemansgesprek. Ja. En wat je ziet, is dat ik heel belangrijk vind... Maar is dat geen probleem dat dit kan? Maar dat gebeurt vandaag ook al. Ja? Dus dat is vandaag niet anders. Als jongeren terechtkomen in de jeugdhulpverlening, dan komen zij terecht ofwel in het systeem van de Franse gemeenschap of in dat van de Vlaamse gemeenschap. En die hebben andere regels. Als vandaag ook gebeurt, is dan geen gemiste kans om het gelijk te trekken? Nee, want ik vind het heel belangrijk dat we met dit decreet mild zijn als het kan en zo snel mogelijk proberen op de bal te spelen en recidieven te vermijden, maar dat we ook heel kordaat kunnen zijn als het moet. En dat is de keuze die Vlaanderen nu kan maken. En die keuze, daarin hopen we dat de andere gemeenschappen ons zullen volgen. En dat is denk ik de leidraad die wij hier graag willen poneren. Mild als het kan, kordaat als het moet. In Brussel zal het natuurlijk met die andere gemeenschap moeten gebeuren, want is het samen in de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie om dan... Voor Vlaanderen is het geen probleem. Ja. In Brussel kan het voor een Franstalige jongere in Brussel, die verhuist bijvoorbeeld, dan kan het een probleem oplossen. Dan kan het een probleem vormen, maar dat is het net aan de ministers die bevoegd zijn, Pascal Smet en Jo van Deurzen, om dat probleem ook effectief op te lossen in een samenwerkingsovereenkomst. Ja, en daar is vraag naar. We hebben nog wat tijd tot 1 september. Er kan nog wat gesleuteld worden. Misschien komt het nog wel in dezelfde richting. In elk geval bedankt voor dit gesprek, Katrien Schrijvers van CD&V, Elke van den Brand van Groen, Lorien Parijs van de N-VA. U, beste kijker, bedankt om op ons af te stemmen. Ik wil nog meegeven, Elke van den Brand, Lorien Parijs, hebben deze week vragen gesteld aan minister Van Deurzen over tienerpooiers. Afgelopen woensdag hebben ze dat gedaan tijdens de plenaire zitting. Die kan u bekijken aansluitend op deze uitzending. Dag.